Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. We gaan verder in de serie over systematische naamgeving en we gaan vandaag kijken naar amines. Net als bij alcoholen in de vorige aflevering, ik raad je aan om die eerst te kijken, hebben we bij amines te maken met een karakteristieke groep. Die staat ook in dit lijstje hier met die achtervoegsels. De naamgeving gaat eigenlijk op dezelfde manier als bij die alcoholen. Een karakteristieke groep krijgt een achtervoegsel. En dat betekent dus dat we straks bij de plaatsnummers moeten zorgen dat die karakteristieke groepen het laagste nummer krijgen. Die veranderen immers de stamnaam. Nou, laten we naar het eerste voorbeeld kijken. We hebben hier 3 koolstofatomen op een rij met daaraan vast zo'n amine. Dat is een stikstofatoom met 2 waterstofatomen eraan. Nou, de stamnaam die begint weer omdat we 3 koolstofatomen hebben met prop. Er zitten geen dubbele bindingen in, dus de uitgang wordt propaan. En omdat er een NH2-groep achter zit, krijgen we de uitgang, het achtervoegsel amine. Dus dit wordt propaanamine. Dus propaanamine. Nou, als je de tweede bekijkt, dan hebben we hier ook 3 koolstofatomen. Dus ook hier hebben we te maken met prop. Geen dubbele bindingen, dus propaan. En ook hier hebben we een NH2-groep. Die schrijven we net als zo'n OH-groep wel eens samen. Dus dan doen we niet meer zoals hier die haartjes los, maar dan schrijven we dat aan elkaar, NH2-groep. Dus 3 koolstofatomen, dus prop. Geen dubbele bindingen, dus propaan. En een NH2-groep, dus de uitgang amine. Nou, waarschijnlijk zie je nu het probleem al. Want we hebben hier weer 2 stoffen met dezelfde molecuulformule, namelijk C3H24689N. En dat is deze ook, C3H9N. Dus 2 isomeren met dezelfde molecuulformule, maar verschillende stoffen, verschillende structuurformule. Dus we mogen niet dezelfde naam geven en dat gaan we dus doen met plaatsnummers. Nou, een amine is een karakteristieke groep, die moet het laagste nummer. Dus we beginnen hier bij die bovenste vanaf links te tellen en dan is het propaan 1 amine. En bij het onderste voorbeeld zit de aminogroep op plaats 2, dus dat wordt propaan 2 amine. Dus even netjes uitgeschreven, propaan 1 amine en propaan 2 amine. Die plaatsnummers schrijf je altijd daar waar het bij hoort. Hè? Dus die 2 die hoort bij de uitgang amine. Oké, gaan we naar een volgend voorbeeld kijken. Hier zien we een stof die bestaat uit 6 koolstofatomen. Dat is de langste keten, daar zetten we altijd een blauw hok omheen. En er zit een NH2-groep aan. Er zit ook een dubbele binding in. Nou hadden we, net als bij de alcoholen al gezien, die dubbele bindingen die moeten een zo laag mogelijk nummer. Maar karakteristieke groepen die moeten ook een zo laag mogelijk nummer. En we hadden al gezien dat karakteristieke groepen hebben voorrang op dubbele bindingen. Dus in dit geval beginnen we met de langste keten. 5 koolstofatomen, dus pent. Er zit een dubbele binding in, dus het wordt pentene. Dan laat ik even een klein beetje ruimte over, want hier moet natuurlijk nog een plaatsnummer komen voor die dubbele binding. En er zit een aminegroep aan, een NH2-groep, dus het eindigt op amine. Ook hier heb ik ruimte vrijgelaten voor het plaatsnummer. Nou, die NH2-groep moet het laagste nummer, dus beginnen we vanaf rechts te tellen. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan zit de aminegroep, die zit dus op plaats 1. En de dubbele binding zit op plaats 3. Dus de naam van deze stof is pent-3-1-1-amine. Nou hoop ik dat je door hebt dat dit op dezelfde manier gaat als de alcoholen. Daarom raad ik je ook aan om eerst het filmpje over alcoholen te kijken. Die is iets langer, heb je iets meer voorbeelden. En dan zie je dat dit op dezelfde manier gaat. Dus karakteristieke groepen hebben voorrang, die moeten het laagste nummer. Nou hoor ik je al denken, hoe zit dat dan als je een stof hebt met 2 karakteristieken, zowel een OH-groep als een NH2-groep? Nou, dat ga ik je laten zien.
Hier zien we een stof die bestaat uit 4 koolstofatomen. Nou, de langste keten, daar zetten we altijd een blauw hok omheen. Nou doe ik zijgroepen normaal rood en karakteristieke groepen doe ik blauw omcirkelen. Nou staan die karakteristieke groepen hier in een bepaalde volgorde en dat is niet voor niks. Hoe hoger in de lijst, en deze lijst vind je ook in je BINAS, hoe belangrijker we de zijgroep vinden. De OH-groep staat boven de NH2-groep. Dat betekent dus dat de OH-groep bij de stamnaam gaat horen. Die krijgt dus een achtervoegsel. Ja, maar wat moeten we dan met die NH2-groep? Nou, in dat lijstje zie je ook voorvoegsels staan. En voorvoegsels, die komen voor de naam, net als methyl en chloor, wat we al eerder gezien hebben. En ja, dat wordt dus eigenlijk een soort van normale zijgroep. Die NH2-groep, omdat die niet het belangrijkste is, krijgt een voorvoegsel. Dus die degradeert, zeg maar, tot een normale zijgroep, omdat de OH-groep voorrang heeft. Nou, nu kunnen we dus ook vertellen welke karakteristieke groep het laagste nummer moet hebben. Want we hadden gezien, de groep die de naam verandert, die dus een achtervoegsel krijgt, die krijgt het laagste nummer. Dus in dit geval beginnen we vanaf rechts te tellen en dan zit de OH-groep op plaats 1. Nou, laten we beginnen met de stamnaam. But, 4 koolstofatomen. Er zitten geen dubbele bindingen in, dus butaan. En er zit een OH-groep aan, dus butaanol. Die OH-groep zit op plaats 1, dus butaan-1-ol. Nou, dan zit er nog een gewone, tussen aanhalingstekens gewone. Hè. Het is een karakteristieke groep, maar die behandelen we als een gewone zijgroep. Die zit op plaats 3. En dat is een aminegroep en die heeft als voorvoegsel het voorvoegsel amino. En dan moet je dus ook even goed opletten met het wanneer je een achtervoegsel krijgt. Dus voorvoegsel is amino, achtervoegsel is amine. Goed, tot zover de karakteristieke groep de amines. Ik hoop dat je wat van geleerd hebt en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.